Daily Minutes kerstvakantie specials. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Daily Minutes 14 december 2022, dit is het bulletin van woensdag. Iedere dag dezelfde tijd. Het begint alweer een routine te worden. Dit zijn de Daily Minutes. Het is inderdaad grappig. Tegen de tijd dat het tijd is om het in te spreken, begint het te kriebelen. Nu is het zelfs 10 minuten eerder. Het kan zijn dat er zo wat piepjes gaan, want er zo meteen iets bezorgd worden. Dat zou gisteren ook gebeuren. Gisteren voelde ik me echt niet lekker. Ik wil niet zeggen dat ik ziek was, maar... Ik ben gisteren in slaap gevallen, zoals ik gisteren ook al meldde. En ik ben daardoor ook een bestelling misgelopen. Die zou nu herbezorgd worden. Dus om er zeker van te zijn dat ik niet opnieuw in slaap val. Die kans is niet zo groot, maar om dat helemaal uit te sluiten, heb ik toch maar een wekkertje gezet. Dus die zal zo wel wat geluiden produceren. Het onderwerp van vandaag, dat is mossen. Daar heb ik het al heel vaak over gehad, maar het is toch wel leuk om daar wat over te vertellen. Wat veel zendamateurs vergeten is dat mossen toch ook lange tijd gebruikt is. Bijna net zo lang als via de ether. Tenminste, als je de periode alleen al voor het zenden rekent, dat het ook via telegraafpalen gebruikt is. Vaak werd toen opgenomen op de tikken van de relais als het signaal binnenkwam. Dus niet op een toontje zoals wij dat gewend zijn. Maar echt met het tikken van het klappen van punten. Tenminste, begin van de punt, eind van de punt, begin van de streep, eind van de streep, tik, 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 tik. Dat is dus het verschil tussen punten en strepen. En daarop werd het opgenomen. Het werd daarnaast ook geschreven op een morseschrijver. Ik weet niet zeker in hoeverre dat nou ook gebruikt werd in plaats van een tik. Ik weet wel dat het op tikken werd opgenomen. Ja, net na de eeuwwisseling begon eigenlijk pas de eeuwwisseling van 1900. Begon eigenlijk morsen pas gebruikt te worden via de ether. Gaandeweg steeds meer. Maar tot in de jaren 70, 80, misschien wel 90 is het ook nog via de landtelegraaflijnen gebruikt. Hè? Veel mensen kennen dat niet. Je kunt trouwens nog steeds een telegram versturen. Dat wordt dan wel op een andere manier, neem ik aan, op digitale wijze verzonden. Maar er is nog steeds mogelijk om ergens een telegram te laten bezorgen. Dat was vrij duur destijds, is het nu ook. Ik meen dat het toen 10, 15 gulden was en ja, nu zit je rond de 25 euro. Maar dan krijg je dus persoonlijk binnen heel korte tijd, nou ja, wat is heel korte tijd, een sms'je of een e-mail is gegarandeerd sneller. Maar toch binnen heel korte tijd krijg je dat afgeleverd. En ja, in de tijd was het zo. Was ook een bepaalde telegramstijl, want het werd per woord afgerekend. Dus je zag vaak dat mensen berichtjes hadden van kom vanavond thuis, stop. Wacht niet met het eten, stop. Op die manier werd dat verstuurd. Ik heb dat nog meegemaakt, dat wij een felicitatietelegram kregen. En soms van ernstige dingen ook. Maar dat gebeurde niet heel vaak, dat was wel bijzonder. En dat is eigenlijk waar het bedrijf, wat die telegramdienst van PostNL, nee, van... Ik denk van KPN, heeft overgenomen. Jaren geleden al. Maar dat bedrijf heeft dat voortgezet. Dat is een internationaal bedrijf. Ik ben het zo snel vergeten hoe dat nou precies zat. Ik dacht een Zwitsers bedrijf wat in een aantal landen actief is in ieder geval. En die heeft dus ook die Nederlandse service uiteindelijk opgekocht. En die presenteren dat ook als iets bijzonders. Als een telegram bij je thuis komt, dan weet je dat nog, dat dat gebeurd is. En dat is inderdaad waar. Dat was toen zo en ik denk dat het nu nog zo is. Want dat gebeurt je niet elke dag. Ja, het is ook peperduur natuurlijk. Maar die telegrammen die werden verstuurd door via die telegramnetten, via de kabels. Die al... Ja, sinds wanneer is Morse er vanaf 1830, 1840 en zo ergens halverwege de 1850 bestonden de eerste zeekabels er al. Dus het was heel snel dat die berichten ook heel snel naar Amerika konden. Hè. Dat is toch wel bijzonder in een tijd dat het dan al weken kostte om die afstand af te leggen. Die afstanden werden daadwerkelijk daar hierdoor verkleind. En het was dus ook zo dat behalve dat je die privételegrammen had, die natuurlijk op zich wel heel belangrijk waren bij familieberichten, maar dat je daarnaast ook de krantenberichten had die via die telegraafnetten verstuurd werden.
En rond de eeuwwisseling had je dus een aantal telegrafisten die echte sterren waren. En mensen vonden dat interessant, dat sprak ze kennelijk aan. Dus in Amerika was een echt in de belangrijkste zalen van New York, waar nu allerlei theatervoorstellingen zijn, daar werden de competities tussen de telegrafisten van de VS gehouden. Degene die het snelste en het meest vaardige was. En daar publiceerden de kranten soms weken over. En ja, dat is nu niet voor te stellen. Kijk, dat is zo'n piepje dat ik het niet moet vergeten. Maar een andere tijd dus. En rond de eeuwwisseling werd het dus gaandeweg mogelijk om die telegraafsignalen via de ether te versturen. En tot begin jaren 20 was eigenlijk gebruikelijk dat alle radioverkeer in morsetelegrafie ging. Seiner werd al die tijd met handsleutels gedaan, maar rond de eeuwwisseling was er een groot probleem. Daar hebben we een hele grote serie over gehad ook, hè. Maar in ieder geval rond de eeuwwisseling was er een groot probleem dat steeds meer telegrafisten het karpaaltunnelsyndroom kregen. De zogenaamde muisarm, RSI, Repetitive Stress Syndrome. Er zijn een aantal factoren die daar van belang zijn. Tijdsdruk is van belang. Heel veel herhaalde bewegingen moeten uitvoeren is van belang. De temperatuur van de kamer waarin je zit is van belang. Als je het warm hebt, heb je veel minder groot risico op RSI dan wanneer je koude handen hebt. In ieder geval was het zo dat bij de beroepstelegrafisten dat vaak al rond de 30 of te eerder dat ze de beroepsziekte kregen en dan het werk niet meer konden doen. En vaak ook sommige mensen waren heel succesvol als telegrafist. Die sterren onder de telegrafisten, die verdienden heel veel geld. En die waren dan plots van hun goede inkomstenbron afgesneden. Terwijl ze soms ook ander werk niet konden doen van de pijn. Bijvoorbeeld lopende bandwerk niet. Dus dat was wel een diepe tragiek. Nou, op een gegeven moment is daar de BUG voor uitgevonden. Dat was een handautomatische seinsleutel met zijwaartse bewegingen. En die voorkwam daadwerkelijk dat RSI optrad. Wat het leuke daarbij is dat heb ik pas heel laat begrepen, pas heel recent, dat die handseinsleutel is zo opgezet dat je daarbij nog een herkenbaar handschrift houdt. Telegrafisten van die tijd die vonden dat het... waar hoor ik nu? Ik hoor nu ineens een piepje ergens uit en een flat van audio. Terwijl ik dacht dat ik mijn portofoon had uitgezet. Maar goed. Nou ja, telegrafisten van rond de eeuwwisseling die vonden dat als iets niet een handschrift was, maar machineschrift, dat het extra vermoeiend was. Terwijl het tegenwoordig volgens mij net andersom over gedacht wordt. Een slordig handschrift is niet bepaald makkelijk op te nemen. Maar goed, de verschillen van toen bij een herkenbaar schrift waren subtieler. En het was daar werkelijk zo. Ik heb dat zelf ook, dat ik van sommige mensen in het verleden goed het handschrift kon herkennen. Die mensen die ken ik nu niet meer, maar ik denk dat ik dat nog steeds kan. Dat ik toch wel een bepaald handschrift bij telegraferen goed kan herkennen. Ik hoor in elk geval direct of iemand met de hand zijnt. Dat is sowieso onmiskenbaar. Ik vind het soms ook wel beledigend als mensen terugkomen met een toetsenbord. Eigenlijk vind ik dat toch niet kunnen. Hè? Er zijn mensen die het op het gehoor opnemen, maar die naar gemakzucht toch met een toetsenbord zijn. Hè? Ja, is dat erg? Ja, eigenlijk wel. Maar ik ben ook wel een beetje een purist daarin. Ik zijn uitsluitend met een handsleutel, terwijl ik veel sneller kan opnemen. Er is een website die ik een paar weken geleden op Mastodon tegenkwam. En die website, daar kun je een soort puzzeltje oplossen iedere dag. En dan moet je een woord opnemen. En dat kan een aantal. Dat gaat steeds met één woord per minuut naar beneden. Het begint bij 40 woorden. Nou, ik heb hem bij 40 woorden altijd al opgenomen. Maar ik ben altijd weer... Ik vergeet altijd weer de letters die gesigned zijn. Dus dan heb ik hem wel opgenomen, maar ik heb het niet onthouden bij die snelheid. En dat lukt bij een lagere wel, dat je 2-3 keer hoort ook. Maar ik zit nog altijd rond, op een goede dag neem ik ook al tegen de 50 woorden opnemen. Maar alleen QSO-taal, hè? Geen klare tekst. Maar dat is verder niet. Ik vind 40 woorden ook niet snel klinken. Zo erg is het zelfs. Maar met een handsleutel kun je niet sneller dan tussen de 25 en de 30 woorden. Nou, 30 haal je eigenlijk niet. Hoewel die mensen uit die stertelegrafisten tijd, die haalden wel 40 woorden met zo'n handsleutel. Want er was toen niet anders. Maar dat lijkt me ook niet heel gezond. Maar een beetje een opneembaar seinschrift met een licht sleuteltje. Ja, dan haal ik 728 woorden seinen. Maar ik ben daar puristisch in. Ik wil dat echt met een handsleutel doen. Dat vind ik leuk. Dat is de originele manier. En je hebt dan een handschrift wat ik fijn vind. En er zijn allerlei opzichten. Er zijn allerlei aspecten. En in alle opzichten vind ik dat eigenlijk de voorkeur hebben. Maar het is ook, ik doe het omdat ik het leuk vind. En niet om de contest te doen of wat ook. Dan zou het anders zijn. Dan zou je een andere keuze maken.
Goed, dat over het seinen. Toen de eerste mensen met AM begonnen, toen had je het bekende, wat een fenomeen wat later veelvuldig bij vernieuwingen is opgetreden. Die amateurs die zijn zo conservatief. Toen waren er toch vooral jonge kerels. Maar die zijn zo conservatief. Dus ik weet niet wat. Als er wat nieuws op komt, ja, dan is het geen centamateurisme. Een echte centamateur die seint morsen, weet je wel. Dat werd toen in 1923 gezegd. Toen de eerste amateurs hun antennelijn onderbraken. En daar een koolmicrofoon tussen zetten. Want zo gebeurde dat. Die koolmicrofoons die kunnen vrij veel signaal aan qua stroom. En als je die dus tussen de antennes zet, dan krijg je een lichte vorm van AM-modulatie. En dat werd in die tijd inderdaad zo gebruikt bij de eerste zenders om AM te moduleren. Maar dat werd door de gevestigde orde niet bepaald op prijs gesteld, dat soort experimenten. Dat was geen echt centrumatorisme. Ja, we hebben het vaker gehoord. Dat gebeurde bij de introductie van FM bij SSP. Want er werd onterecht gedacht dat AM een echt door amateurs uitgevonden mode was. Het was wel zo dat AM niet gepatenteerd was, niet meer in die tijd, of zelfs helemaal niet, dat weet ik niet zeker. En FM en SSB waren toen het voor het eerst bij amateurs gebruikt werd, waren die nog wel gepatenteerd. Dus ja, daar kun je dan wat kritiek op hebben. Maar alles wat nieuw is, dat wordt in eerste instantie altijd afgefakkeld. En dat is gewoon zo. En wat ook wel grappig is, is dat ik heel vaak gezien heb dat de meest fanatieke tegenstanders dan uiteindelijk ook bekeerd raakten op een gegeven moment. En dan zeiden van ja, nee, maar eigenlijk, dat is eigenlijk nog het meest grappige. Ik weet niet, kun je dat hypocriet noemen? Volgens mij niet, hè? Iemand die kan tot inkeer komen. En dat is het verstand wat de overhand neemt. Dus dat is niet hypocriet. Hypocriet is als je het op hetzelfde moment beweert. Ja, tegenwoordig heb je programma's die morsen uitstekend kunnen opnemen. Die worden ook steeds beter. Wat ik een erg goede vind is FL Digi. Die kun je zo zetten dat hij willekeurig welke toon kan opnemen. Maar hij wordt beter als je een beperkt toongebiedje aangeeft waarbinnen die toon zich moet bevinden. En dan is het snelheidsbereik. En nu moet ik er even tussenuit, want de boodschappen worden bezorgd. Zo, daar was ik weer. Oh, dan kan ik de piepjes uitzetten. Even kijken of dat lukt met één hand. Zo, als het goed is, staan de piepjes uit. Nou, nog even verder met mijn morsenverhaal. Waar was ik gebleven? Bij de programma's die morsen detecteren. Morsen werkt toch wel verbluffend goed, net als SSTV. Dat is me toch wel vaak opgevallen. Als je dat vergelijkt met moderne modus die toch allerlei extra maatregelen hebben. Maar zelfs als je dat door een computer laat detecteren. Ik moet even checken of mijn opnameapparaat al werkt. Maar zelfs als je door een computer laat detecteren, werkt dat toch verbluffend goed. Dat valt wel op. SSTV is sowieso een bijzondere. Want het is toch heel lastig als je een JPEG wil versturen met dezelfde resolutie als SSTV. Dan moet je toch wel heel veel meer tijd ben je kwijt als je dat in een datamode wil doen, hè? En dat terwijl SSTV vaak veel minder storingsgevoelig is. Als je bij data ergens een fragment tussendoor mist, dan is meestal je hele verzending mislukt. En ja, bij SSTV gaat het gewoon verder, hè? Je kunt bij SSTV ook midden in een plaatje vallen, wat vaak ook niet kan bij andere modus. Dus het is echt wel een heel krachtige mode, zeker sinds dat in kleur werkt. Maar dat terzijde, we gaan later nog wel eens in op waarschijnlijk op de datamodus. Ja, wat het leuke is dat toen het moment dat, daar was iedereen bang voor, dat als morsen niet meer verplicht was, dat het dan zou ophouden. Maar het grappige is, het heeft juist in de periode daarna een grote bloei doorgemaakt. Er zijn ook heel veel, in lange tijd heel veel QRP-zendontvangers te koop geweest voor alleen CW. Tegenwoordig zie je dat het makkelijker is vanwege SDR om daar ook SSB aan toe te voegen. Dus je ziet apparaten in die prijsklasse meer en meer ook met SSB werken, maar echte de 100% morsenapparaatjes, die zijn sinds de jaren 90 juist tot grote bloei gekomen. Met name in de VS zag je dat. Er zijn wel een aantal ontwikkelingen die dat een beetje in de hand werkten. Er waren bijvoorbeeld tegen de tijd dat morsen niet meer verplicht was, heel veel mensen die eigenlijk wel zendamateur wilden worden, maar die dat dan op de korte golf wilden en geen zin hadden om morsen te leren. En vervolgens bleek dat ze dus examen konden halen, terwijl ze op korte golf mogen zonder dat het morsen verplicht was. Maar juist het feit dat het niet verplicht was, lokte ze uit om het te gaan leren en om er wat mee te willen doen. Terwijl heel veel mensen, dat heeft wel de belangstelling voor morsen waarschijnlijk verminderd, dat het bij het examen verplicht was. Dat mensen met zo'n tegenzin uiteindelijk dat examen gehaald hebben, dat ze dachten, nou, nu nooit meer morsen, weet je wel. Dus dat is wel
juist contraproductief geweest. En je ziet dat in Amerika sterker dan in andere landen. Maar je ziet toch echt overal dat morsen nog steeds springlevend is. Hè? En je kunt op banden tig QSO's horen. Ondanks de enorme verspreiding van meer banden, meer modulatiesoorten. De keuze is gewoon zo enorm dat daardoor bij een bepaalde mode die de traditionele was, gewoon rustiger wordt. En dat is over het hele spectrum zo. Ja, met die drukte vind ik het ook nog wel meevallen. Want ik roep het wel eens vaker, maar de tijd dat ik amateur werd, toen was het heel stil op de banden. Dus ik kon echt een week lang op 2 meter luisteren en hoorde je 1 lokaal QSO. En dat was alles. En op HF was dat niet veel beter in die tijd. Maar ja, er waren toen tussen de 2.000 en 3.000 amateurs. In heel korte tijd waren dat er later ineens 15.000 en nog meer. Maar het waren er toen helemaal niet zoveel. En ja, er waren ook maar weinig amateurbanden. Toen ik begon waren er 5 korte golfbanden. 80, 40, 20, 15 en 10. En dat waren eigenlijk de banden die in 1927 of 29, voor mij was 27, die in 1927 erbij waren gekomen als eerste amateurband. Zei het dat die eerste amateurband 10 meter, 10 en 11 meter was. Daar zat 27 megahertz ook bij. Eind jaren 50 is dat onderste stuk, die onderste megahertz, eraf gegaan. En een deel daarvan is naar de CB-band gegaan. Dat was vroeger een amateurband. Maar 10 meter is nog steeds heel groot, hè? Maar je kunt echt op alle banden nog morsen tegenkomen. Het is bij de luchtvaart voor bakens ook nog steeds in gebruik. Als is het niet een hele hoge snelheid. En ja, je ziet het bij bakens in amateurband ook. Je ziet dat toch bij bakens wel meer whisper opkomen. Ik overweeg zelf ook wel. In ieder geval als ik mijn 10 meter baken nog een keer herbouw. Wat niet helemaal uitgesloten is. Dan komt daar whisper in. Zonder enige twijfel. Dus ja, mors is springleven. Laten we het daarop houden. Het is leuk. Ik ken ook verschillende mensen. Ik ben in een lang verhaal. Maar in het verleden heb ik voor de regio de teksten voor de morsencursus gemaakt. En daar ben ik altijd wel wat betrokken gebleven bij de amateurs die morsen leren. En ik heb ook verschillende mensen die ik toch een beetje, als een Elmer, maar toch in ieder geval een beetje in het oog hou. En als ze dus ontmoedigd raken, vooral probeer te bemoedigen. Want dat risico zit er bij morsen in. En dat is zowel wanneer je dat alleen leert, als dat je dat in gezelschap leert. Als je in gezelschap leert, dan kom je meerdere keren tegen dat het lijkt alsof jij zelf de enige bent die op een lage snelheid blijft steken. En de rest die lijkt ineens heel snel te kunnen opnemen en te kunnen seinen. In werkelijkheid is dat niet zo. Ik moet even mijn kat tot orde roepen. Moment. Niet doen. Kom op. Ik heb je voer gegeven. Kom op. Niet doen. Hup. Ga je voer pakken. Kom maar. Ga je brokjes pakken. Doe dan. Pak je brokjes. Hebben die al op? Niet toch? Kom. Ga je brokjes pakken. Ja, kijk, in werkelijkheid is het dus zo dat je niet de enige bent die af en toe wel eens stil lijkt te staan ten opzichte van de rest. En je komt er tegen dat je bij morsen hebt een aantal barrières waar het is. Er zijn ook snelheden waarbij iedereen dat heeft. Hè? En de vroegere morsen-examens die waren heel sadistisch gezegd daarop ingericht. Veel mensen blijven steken bij 8 woorden. Er is ooit een 8 woorden examen geweest voor de B-machtiging. En 12 woorden is ook zo'n barrière waarbij veel mensen plotseling niet verder komen. Maar iedereen heeft dat. Maar er zijn er altijd wel een paar die net eerder zijn. Hè? Behalve bij de eerste. Maar over het algemeen zijn er altijd een paar die eerder zijn. En dan voel je dat dus alsof jij niet verder komt. Dat is een risico omdat veel mensen dan de handdoek in de ring gooien. Dus het is heel goed als je een motivator hebt die dat aan de gang houdt. Want anders zou je het opgeven. En kom je ook tegen als je in je eentje bent. Je lijkt dan niet verder te komen en je lijkt maar tegen een muur op te botsen. Soms 3, 4 weken lang en dan kom je een stukje verder. Maar het grappige is wel dat als je een keer verder komt, dat het vaak ook met een sprongetje gaat en heel snel. En dat geeft dan weer goede moed, maar het duurt heel kort. Maar vervolgens kom je tegen een nieuwe muur aan te hameren. Nou, dat heeft ook niet iedereen op deze manier, maar toch de meerderheid wel. En dat is een groot risico van stoppen. Dus het is goed als je iemand hebt die je een beetje bemoedigt. En dat doe ik bij een paar mensen geregeld. Maar ik vind zelf morsen nog heel erg leuk. En ik maak niet genoeg QSO's ermee. Ik heb er helemaal niet zoveel tijd voor. Dus je moet er toch echt voor gaan zitten vaak. Maar ik luister wel heel veel. Ik vind het erg leuk. Ik vind het erg leuk om naar pile-ups te luisteren. Met name bij morsen. Met name het... Ik wil niet zeggen dat de operating practice achteruit is gegaan, maar ik zie toch wel meestal een paar mensen die toch wel heel erg sukkelen. En soms zijn mensen ook heel gefrustreerd. Dat is wel zo. Ik ben iets van 15 jaar gestopt geweest met de zendhobby. In de periode daarvoor was morsen, ik bedoel, ik hoorde van mijn neef die motorreed
alle motorrijders groeten elkaar altijd. Nou, dat was bij Mosse ook. Telegrafisten, dat was een groep en die waren voor elkaar. Maar dat is veranderd. Toen ik 15 jaar later terugkwam. En ik wil niet zeggen, in die 15 jaar zat ook de periode dat het Mosse-examen werd afgeschaft. Maar toen ik terugkwam was het zo. Je hoort nu regelmatig mensen die bij de pile-up niet aan bod komen. En die zetten dan gewoon op de frequentie van het station de automatische seinsleutel aan op punten geven uit frustratie. Dat gebeurde voor die tijd niet. Dat was uitgesloten. Dus ja, er is in mentaliteit wel iets veranderd. Maar tegelijkertijd is het nog verschrikkelijk leuk. En wat heel erg leuk is, dat zijn de mensen die met een super lage snelheid op 7 en op met name 10 megahertz onder in de band zitten. Vaak zijn het Engelsen die echt amper nog kunnen seinen en die dan toch QSO's maken met 4 of 5 woorden per minuut. En het is verschrikkelijk leuk om te horen dat mensen dat doen. Want ja, je moet wel een drempel over om QSO's te maken. Op de cursus zeiden ze tegen mij ooit van als je er niet meer uitkomt, zijn dan gewoon QRT TVI. En dat heb ik meerdere keren als uitvlucht gebruikt. Omdat ik er niet uitkwam bij een QSO wat iets langer liep. En waar iemand toch veel klare taal wilde zijn en zo. Ja, tegenwoordig zou het niet meer zo'n probleem zijn. Maar dat was toen echt. Dat waren mijn eerste verbindingen op dat gebied. En ja. Grappig is ook, ik weet niet, ik heb het de laatste tijd niet zo erg. Of niet zo, de laatste paar jaar niet geoefend. Maar ik heb lange tijd met mijn beide voeten kunnen seinen. Dat was wel heel makkelijk. Ik heb dat ook wel gedaan. Niet zo heel veel. Niet het grootste deel van de tijd. Maar ik heb dat toch in een bepaalde periode. Maak ik alle uur zelfs met mijn voeten. En ik kan redelijk snel seinen met een handsleutel. Met zo'n, niet een automaat, maar gewoon met zo'n handsleutel. Met mijn voeten. Ik kon in ieder geval heel snel ermee seinen. En het handige is, je hebt dan beide handen vrij. Eentje voor de afstemknop, de andere om je logboek bij te schrijven of om te schrijven wat mensen seinen. Het is heel makkelijk. Dus als je niet op een superhoge snelheid zit, is het een hele goede methode. Maar je moet wel voldoende, hoe zeg je dat, controle over je voeten hebben. Dus ik herinner me één keer dat, ik weet niet meer of dat een verjaardag was of op een andere gelegenheid, maar dat ik uitgebreid gebak heb zitten eten en tegelijkertijd met mijn voeten het QSO zat te maken. Maar ja, ik ben niet heel goed in opnemen. Er zijn mensen die, dit wordt een hele lange volgens mij, maar er zijn mensen die dus echt Morse als taal begrijpen. Dus die verstaan niet meer de afzonderlijke letters, maar die kennen de klank van bijvoorbeeld een woord als het. Dat horen ze direct dat het is en ze horen dus niet de H, de E en de T, maar ze horen dat woord als het. Dus ze begrijpen elk woord gewoon alsof ze een taal begrijpen. En die mensen, die hoeven dat niet te onthouden. Die verstaan het gewoon. Dus die begrijpen gewoon als er een morsezin komt in een hele hoge snelheid, dan begrijpen ze gewoon die zin als gesproken tekst. Nou, zover ben ik niet. Zo gefixt ben ik niet in het opnemen. Maar ik kan wel, in ieder geval de letters ongelooflijk goed onderscheiden. Nog steeds. Ik weet wel dat ik in de jaren 80 op een iets hogere snelheid zat. Maar dat is niet zoveel hoger. En ik verbaas me nog steeds dat ik met betrekkelijk weinig oefenen. Want een jaar of wat geleden was het toch wel voor een deel weggezakt. Ja, als laatste. Wat vooral, later hoorde ik dat meer mensen dat hebben. Ik heb het waarschijnlijk wel eens eerder verteld. Maar ik was een keer bij Jota en toen. In de periode dat ik niks aan de zendhobby deed, toen zeiden ze tegen mij van, nou, je bent goed in CW, we hebben niemand voor 80 meter. Ga je dan achter, in een apart hokje hadden ze ervoor, ga je dan een morse QSO's maken? Ik bakte daar niks van. En ik zei de QRS, dat betekent langzamer seinen. En het ging slechter en slechter. Op een gegeven moment ben ik gefrustreerd opgehouden. Toen ik opnieuw begon met de hobby, toen ging dat net zo. Ik had in die tijd, ik had wat gezondheidsproblemen, ik had enorme concentratieproblemen. Die kwamen er nog bij. Maar het was ook zo dat ik er eigenlijk niks van bakte. Tot ik op een gegeven moment iemand hoorde die 1, 22 woorden per minuut zijn. En dat was glashelder. En toen bleek dat ik rond 21, 22 woorden dat uitstekend kon nemen. Maar als het iets hoger was of iets lager, ging het totaal niet. En ik heb toen een half jaar geoefend, elke dag, een kwartier, om de snelheid omhoog en omlaag te krijgen. En ook voor het concentratievermogen. Omdat dat beterde daarna gelukkig. Dus dat kwam op een goed moment. Maar ik heb vooral die snelheid naar boven en naar beneden wat moeten. Maar lang niet zo ver opgerekt als dat het later uiteindelijk bleek te zijn. Hè? Ik ben misschien omhoog gegaan van 21 naar 26. Niet hoger, 28 misschien. En naar beneden naar 12 woorden. Maar verder heb ik niet geoefend. En tot ik erop, na een paar jaar toen ik weer veel naar Morse zat te luisteren, dat ik er na een paar jaar achter kwam dat ik die verrip 40 woorden is helemaal zo snel niet. En toen ben ik eens gaan kijken. Toen kom ik tot net onder de 50. Dus ja. En dat is op een goede dag nog steeds zo. Het verschilt wel. Ik heb goede en slechte dagen daarmee. Maar het merendeel van de tijd vind ik 40 woorden niet een hoge snelheid, nee.
Terwijl dat voor de meeste mensen wel zo is, hè? Ja, misschien heb ik er aanleg voor, dat zal haast wel. Morsen. Blijf na afloop nog even, want helemaal aan het einde van de Daily Minutes volgt nog de column van Onno van deze week, Foundations of Amateur Radio. Die is in het Engels en gaat over een toepasselijk onderwerp. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. For social media, I'm on Mastodon. Just search at PA0ETE. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, voor altijd de Joker van België. Foundations of Amateur Radio. One of the oldest means of electronic messaging is Morse code. Developed by Alfred Vail and Samuel Morse and sent for the first time on the 24th of May 1844, Morse code changed the way we communicate. For nearly a century, it was required to become a licensed radio amateur, until in 2003, the International Telecommunications Union, or ITU, left it to the discretion of individual countries to decide if a budding amateur needed to demonstrate their ability to send and receive in Morse. With that decision, many thought that the end of Morse code was only a matter of time. They were wrong. Turns out that the use and progress of Morse code continues at a surprising rate. Searching for scholarly articles on the subject, you'll discover that it's used for communication by quadriplegics, for information exchange between IoT or Internet of Thing devices, as a way to secure information combining DNA and Morse code, as a method for gesture recognition, as a research tool for psychologists interested in learning methodologies, for training neural nets, for REM sleep research and plenty more. Learning the code is an activity that sparks joy or dread, depending on whom you ask. For me, it's been a decade of anticipation with little to show for it. How to learn is a question that prompts as many answers as there are people within earshot, and most of those disagree with each other. If you do ask, you'll discover that there are dozens of websites that offer to teach you, podcasts and audio files, bits of paper, buzzers, software and video, images and cheat sheets, the list is endless. You'll also discover two terms, Koch and Farnsworth. Both are intended means of learning. You'll find proponents of both methods wherever you look. You'll also hear from people who learnt the army way, whatever that means. There's people who were taught not to send before they could properly receive, those who were taught the opposite, and everything in between. There's discussion on the topic, heated even, but very little in the way of actual hard data. There's some research. In 1990, the Keller method from World War II was explored. The method involves playing a Morse letter followed by a gap, where the student is expected to write the letter, followed by a voice prompt of the letter. Interesting, were it not for the fact that it looked at 9 students and only at their ability to master the alphabet. In 1960, 310 airmen were subjected to 14 tests to determine their ability to learn Morse. No idea what the research outcomes were, since the Journal of Applied Psychology doesn't appear to share their research unless you pay for it. There are reports of actual science behind the Koch method of learning, but I wasn't able to find it, though it's repeated often. It's only with the introduction of computers that actually using this method of learning has become practicable and recently popular. As you might know, I've been attempting to learn Morse code for a while now. I've tried many different things, including Farnsworth, Koch, and others. I publish versions of my podcast as Morse code audio only. They're published every week, and there are a few people who listen. I also attempted to make stereo audio files with a computer-generated voice in one ear and a Morse word in the other. I generated flashcards, I tried learning the code as dits and dahs, but in the end, nothing really worked for me. About a month ago, I came across a video on YouTube by Electronic Notes. It contained the Morse alphabet as audio and flashed the letter visually on the screen whilst the audio was playing. There's also a video with numbers and a combination of the two. It gave me the idea for something entirely different to try, and in preparing to talk about this, it turns out there's even research to suggest that I might be onto something. I discovered that in 1994,
60 healthy people were tested to determine if learning Morse code in a rehabilitation setting was best achieved using visual, auditory, or a combination of both. The research conclusion was that the combination works best. My idea is a video that shows an individual word whilst Morse code for that word is heard. There's no dits and dars on the screen, just the word, written in English, and the Morse code for that word. The speed is 25 words per minute, or WPM, and it's played with a side tone of 600 Hz. Each video is an entire podcast, lasts about 30 minutes and plays at full speed. I'm already beginning to notice that some words sound like a sound blob in much the same way as when I learnt a new language, so I'm hopeful that this will finally get me on my way. It's early days and the video channel is an experiment, so please comment to share your thoughts on the experience. Who knows, I might have introduced a new way to learn. Now all we need is some research to compare it to other methods. Koch, Keller, Farnsworth and Ono. Hi, hi. You'll be able to find this article on YouTube too. Morse is dead. Long live Morse. I'm Ono, Victor Kilo 6, Foxtrot Lima, Alpha Bravo.